Hallo, welkom. Ik ben Sjors Gijzer van FotoG, fotog.nl. We doen een trouwfotografie en op de trouwdag nemen we natuurlijk heel veel spullen mee. Camera's, lenzen, tassen, statieven, maar ook heel veel spullen die niks met camera's zelf te maken hebben. En vandaag wil ik jullie laten zien wat het allemaal is en waarom we dat meenemen. Ik noem het zelf de eerste hulp bij trouwentas, omdat je tijdens de bruiloft die zaken gewoon echt keihard nodig gaat hebben. Misschien gebruiken ze niet altijd, superhandig om bij te hebben. Dus eerst beginnen we met een paraplu. Waarom een paraplu? Het zal maar even regenen en je bruidspaar moet van de auto naar het stadhuis of naar de binnenlocatie ergens anders. Dan wil je eventjes een paraplu kunnen aanbieden, zodat ze even die oversteek door de regen kunnen maken. Wat te drinken en wat te eten. Als je bruidspaar op fotoshoot gaat, dan loop je mee. Het is voor jezelf en voor het bruidspaar altijd handig om even iets bij je te hebben. Je wil niet dat het bruidspaar met zo'n grafgezicht staat, omdat ze honger hebben of dorst hebben. Dat gaat gebeuren, maar als je dat op de foto zet, dan zie je dat meteen. Even wat te drinken of te eten aanbieden en ze zijn meteen wat rustiger, wat blijer, er zit wat in de maag en dat komt gewoon veel beter over op de foto. Pleisters, spuitbusje pleisters en kleine pleisters in een klein bakje. Handig om mee te nemen, makkelijk om te transporteren en ook dat, je zal het maar nodig hebben een keer. Er was één keer bij een bruidspaar fotograferen, die man die ging tussendoor eventjes ergens een boterhammetje snijden, snijdt zich in zijn vinger en zei, oh dat droogt wel op. Ondertussen zitten er overal bloedvlekken op de trouwjurk, op zijn overhemd. Dat wil je niet, dat wil hij niet, dat wil zij niet. Spuitbuspleisters en een doosje met extra pleisters om gewoon eventjes een klein beetje weg te werken. In het doosje zit nog meer. Heel belangrijk, veiligheidsspel. Ook die zal men nodig hebben. Er zal maar iets uitscheuren bij jezelf, bij het echtpaar. Het is geen permanente oplossing, maar eventjes dat je de zaak weer aan elkaar kan zetten en kan corrigeren dat je op de foto niet ziet dat er iets aan de hand is. En eigenlijk de rest van de dag waarschijnlijk gewoon prima door kan gaan zonder problemen. Veiligheidsspel. Altijd bij hebben. In een doosje met blarenpleister. Als bruidegom ga je die schoenen waarschijnlijk voor het eerst dragen. Die moeten mooi blijven op je trouwdag. En die ga je dan voor het eerst dragen, dat creëert ongetwijfeld blaren. Meestal is dat zo. Dan wil je niet de hele dag met blaren rondlopen op je hakken. Dan ga je ook zo zitten en dat doet pijn, dat is niet prettig, je voelt je niet lekker in je vel. En ook dat zie je op de foto. Even een blarenpleister op en het probleem is weer opgelost voor de gemoedsrust en voor het gemak van het bruidspaar. Even weer rust in de zaak. Een telefoonoplader, USB-stekker en een USB-kabeltje. Voor de bruidsmeisjes, vaak ook voor het echtpaar. Neem hun telefoon mee, willen een appje sturen, willen op de hoogte blijven van ontwikkelingen op de trouwdag, in contact blijven met de ceremoniemeester. Maar ze zijn de telefoon vergeten op te laden, geen probleem, jij hebt een oplader bij. Maar ook voor je eigen apparatuur, je telefoon, soms ook je camera of je accu's, kan je daarmee even snel opladen. Een heel klein magisch doosje. Daar zit in een spiegeltje en een kam. Spiegeltje, zodat de bruidegom vooral vaak eventjes de make-up kan controleren, de lippen kan corrigeren met de lippenstift. Die neemt ze zelf natuurlijk mee of stopt ze ook in je tas, maar dan kan ze dan eventjes naar kijken onderweg. En de kam voor het haar van jezelf, van het echtpaar, eventjes de zaak recht doen. Als je in de wind staat en de haren die gaan door de war, kan je de zaak even corrigeren. Ook dat staat beter op de foto. Je bruidspaar voelt zich weer ontspannen en gemakkelijk. En dat straalt uit op de foto's. Een nagelklippertje. Voor de nagels, ook weer van het bruidspaar. Voor de bruidegom, die blijft ergens aan hangen, heeft een haakje. Maar ook voor kleine dingetjes, een draadje ergens aan een trouwpak of van een knoopje wat niet goed staat, kan je even makkelijk hiermee afknippen zonder dat je meteen met je tanden of rare dingen of trucken moet gaan uithalen. Zo er even afhalen, makkelijk om mee te nemen, doe je in je tas, weegt niks, super om mee te nemen. Rennies, na de lunch, men heeft even wat gedronken en wat gegeten, een beetje brandend maagzuur, niet prettig, ook dat geeft van die vervelende foto's. Even een rennie erin. En het bruidspaar is weer helemaal rustig en tevreden en kan weer gezellig glimlachen op de foto. Ben je met een fotoshoot bezig, vraag je bruidspaar wel eens om op gekke plekken misschien te staan, misschien ergens met de handen overheen te klimmen, daar heb ik altijd dit voor bij me. Reinigingsmiddel, het heet handgel. Even de handen schoonvegen daarna, dan heb je geen vieze handen en kan je gewoon weer rustig de handen schudden van iedereen die je tegenkomt. Deodorant, ook voor het echtpaar. Soms ook voor jezelf, als je druk bezig bent in de zon en heel actief, maar ook vooral je echtpaar als je druk bezig bent in het zonnetje staan te wachten. Dan beginnen ze misschien wel te zweten, dat is vervelend, dan voelen ze zich niet prettig omdat ze beginnen te ruiken. Eventjes wat deo opspuiten en de gemoedsrust leeft er weer. Als laatste, doekjes, droge doekjes en natte doekjes. Ook daar voor de zweetdruppeltjes. Men staat in het zonnetje en het zweet loopt letterlijk van je voorhoofd.
Dan kan je het afvegen, je kan je stropdas pakken. Je kan ook even met een nat doekje of een zacht doek of een droog doekje, kan je eventjes corrigeren en schoonmaken. Dat levert een echtpaar gewoon heel veel gemoedsrust op. En daar worden ze blij van. En een blij echtpaar straalt op de foto. Dat komt gewoon fantastisch over. Dit was het. Dit zijn de spullen die ik meeneem naar een bruiloft die niet camera gerelateerd zijn. Doe je voordeel mee. En graag tot ziens.